Hoi, het is vandaag donderdag 7 december en welkom bij een nieuwe Vlogmas. Het is nu 2:15 en ik zit weer aan mijn bureau, want ik had natuurlijk vandaag mijn eerste examen. Als je mijn afgelopen vlogs gezien hebt, die trouwens hier in het ietsje te vinden zijn, dan weet je dat natuurlijk ook. Dus ik had vandaag mijn examen sociale wetenschappen en het is wel oké. Dat moeilijker kunnen, dat ook makkelijker kunnen. Ik heb bij sommige vragen echt van, oké, dit weet ik echt goed. Ik ga het nu gewoon gelijk invullen. En bij andere vragen moest ik wel even nadenken. En dacht ik van, klopt het wel helemaal wat ik aan het schrijven was. Maar over het algemeen is het wel een oké examen, denk ik. Nu, SW vond ik een relatief zwaar vak eigenlijk. Ja, ik ga toch toegeven dat ik het een zwaar vak vond. En dat ik er eigenlijk echt tegenop keek. Niet meer kijken, want het is al geweest. Dus dat ik er tegenop keek om het te leren. En dat ik heel blij ben dat het nu voorbij is. Dus ik wil ook het liefst gewoon nu niet meer te veel over die SW gaan doorratelen. Want dat is nu geweest en ik ben blij dat ik er vanaf ben. Ik moet vandaag Nederlands leren. En Nederlands is niet zo heel veel eigenlijk. Maar echt gewoon totaal helemaal niet veel. Maar je moet wel wat is, moet ik wel echt heel goed kennen en ook vooral kunnen. Dat zei mijn leerkracht. Ja, je moet echt zien dat je het wel goed kunt. Want ondanks de hoeveelheid van de leerstof, kan het dan toch wel eens lelijk tegenvallen als je daar een voeten aan veegt. Dus ik moet het wel goed begrijpen, want we moeten ook gedichten analyseren en... Ja, dus dat moet ik wel doen. Ik had trouwens examen tot 12 uur vandaag. Dus daarmee, ik ga nu pas beginnen. Omdat ik had een examen tot 12 uur. Dan moest ik nog huis komen met de bus. Dan moest ik nog eten. En dan heb ik gewoon nog heel even iets anders gedaan. En nu is het echt tijd om te beginnen. Dus ik ga dat nu doen. En let's go. Dit is het overzicht van wat ik moet kennen voor mijn examen. En het zijn 5 puntjes, dus het is helemaal niet zoveel. En ja, ik ga er nu snel aan beginnen, dan ben ik er ook veel sneller van af. Oké, ik heb mijn waterfles bijgevuld. En ik heb al... ik heb dat helemaal nog niet gemarkeerd. Ik wou dus zeggen, ik heb al 2 hoofdstukken gedaan. Van de 5. Zo. Dat heb ik al gedaan. En nu ga ik 2 mandarijntjes eten. Die heb ik even gepakt omdat ik daar heel veel zin in had. Gewoon in een lekker stuk fruit. En daar zijn mandarijntjes altijd goed voor. Dus ik ga nu leren en terwijl ga ik mandarijntjes opeten. En, ik heb net... Oh, mijn vlog staat nu online. Denk ik. Is het 4 uur? Ja, het is 1:15. Ik heb in mijn pauze net, want ik heb net pauze gehad, mijn vlog keisnel bewerkt en geüpload. Dat was nog niet gebeurd, maar hij is op tijd online. En in principe heb ik daar helemaal geen problemen mee. Wanneer die online komt. Ja, en hij staat online. Dus dat is ook weer een goede zaak. Ik ga nu genieten van mijn mandarijntjes en leren. Oké, mijn haar is helemaal ontploft. Even fixen. Beter. Dus het is al 7:15 en ik heb net al een tijdje geleden gegeten en al. En daarna heb ik nog met mijn kleine broer, met Harry, nog wat gespeeld en bla bla. Dus
Ik heb tussen 5:30 en nu even niks meer gedaan. Maar ik was wel helemaal klaar met Else leren. En ik ga nu nog Else herhalen. Het is echt niet veel om nog snel te herhalen. De echte pure theorie is gewoon een voorkantje en een achterkantje. Dus het is echt totaal niet meer veel. Dus ik ga dat nog snel herhalen. En daarna ga ik nog wat werken aan mijn GP. Dus aan mijn eindwerk. En ik ga ook nog snel geschiedenis in elkaar steken. Ja, dat zijn zo allemaal kennen en kunnen ze op de computer. En die hangen gewoon nog niet aan één. Die zitten nog niet in één document. Dus dat ga ik ook nog even doen. Die in één document steken. En dan ben ik voor de rest ja, klaar voor de avond. Allee, ik ga nog wel GP doen en zo. Maar voor mijn examen Nederlands ben ik normaal gezien binnen een half uurtje al klaar. Dus ik ga dat nu nog even doen. En dan spreek ik jullie straks.